Er bestaat een theorie die stelt dat als iemand ooit achterhaalt waar het heelal voor is en waarom het hier is, het spontaan zal verdwijnen en vervangen zal worden door iets dat nog bizarder en onverklaarbaarder is. Er bestaat een andere theorie die stelt dat dit al gebeurd is. Ons universum is gevuld met mysterie. Misschien heeft u wel eens gehoord van het Black Hole Information Paradox. Het probleem is als volgt. Alles in het universum bevat informatie. Informatie zou je kunnen zien als wiskundige elementen waarmee je natuurkundige processen kunt beschrijven. Denk daarbij aan cijfers, variabelen, vectoren die eigenschappen van deeltjes kunnen beschrijven, zoals massa of snelheid. De wetten die natuurkundigen gebruiken om de wereld om ons heen te beschrijven, vertellen ons dat informatie altijd behouden is. Dat wil zeggen dat je altijd kunt uitrekenen hoe een natuurkundig proces zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar het zegt ook dat je kunt terugrekenen hoe een proces tot stand kwam. Ervan uitgaande dat je alle informatie tot je beschikking hebt. Dat geldt voor de klassieke natuurwetten, die van toepassing zijn op de wereld zoals we die met onze eigen zintuigen kunnen waarnemen. Maar het geldt ook voor de kwantummechanica. De kwantummechanica beschrijft hoe de natuur zich gedraagt op de schaal van atomen en kleiner. Hoe zit dat bij een zwart gat? Een zwart gat is een natuurkundig verschijnsel. Het ontstaat wanneer de kern van een zware ster aan het einde van haar leven implodeert. Daar heb ik al eens een video over gemaakt. Hoe ontstaat zo'n zwart gat nou eigenlijk? Dat begint met een ster. Zo'n ster is wel 100 keer zo groot als de aarde. Het bestaat uit heel heet gas, voornamelijk waterstof. En aan de binnenkant van de ster is de zwaartekracht zo sterk dat het waterstof samensmelt tot helium. Dat noemen wij kernfusie. En bij kernfusie komt heel veel straling en hitte vrij. Vandaar dat zo'n ster heel erg heet is en dat het licht uitzendt. De straling zorgt ook voor een kracht die het gas naar buiten toe duwt. Dat compenseert voor de zwaartekracht die alles juist naar binnen toe trekt. Wat zou er gebeuren wanneer na miljoenen of zelfs miljarden jaren de kernfusie stopt? De straling verdwijnt dan en houdt de zwaartekracht over. Het gevolg is dat de hele ster ineenstort. En de kracht waarmee dat gebeurt zorgt voor een immense explosie. Dat noemen we een supernova. Wanneer de ster heel erg zwaar is, is deze implosie zo krachtig dat de binnenkant van de ster zo sterk wordt samengeperst dat zwaartekracht alle andere krachten gaat domineren. Er kan dan helemaal niets meer ontsnappen. Zelfs licht niet. Dat is wat we een zwart gat noemen. Zo'n zwart gat bevat alles wat ooit de kern was van een ster. Dus alle eigenschappen, alle informatie die ooit de kern van de ster beschreven, zitten nu in dat zwarte gat. Of liever gezegd in de waarnemingshorizon van het zwarte gat. Dat is de grens van de ruimte rond het zwarte gat, van waaruit niets kan ontsnappen. Alles wat die waarnemingshorizon binnendringt, wordt door het zwarte gat opgeslokt. Zelfs lichtdeeltjes. En ook dat is informatie die in dat zwarte gat terechtkomt. Dit is nog geen paradox. We kunnen immers niet in dat zwarte gat kijken. Dus al die informatie zal wel op een of andere manier in die donkere ruimte zitten. Maar zwarte gaten hebben niet het eeuwige leven. Natuurkundige Stephen Hawking heeft laten zien dat zwarte gaten langzaam verdampen. Ze zijn de straling uitgenaamd Hawkingstraling. Een typisch zwart gat heeft daardoor een levensduur van ongeveer
zoveel jaar. De Hawkingstraling hangt alleen af van de massa van het zwarte gat en eventueel de elektrische lading of spin. Dus uit de Hawkingstraling kunnen we niet afleiden wat er zich in het zwarte gat afspeelt. Het bevat geen informatie over de binnenkant van het zwarte gat. Dat betekent dat de informatie in dat zwarte gat niet naar buiten lijkt via de Hawkingstraling. Maar op een gegeven moment is het zwarte gat op. Alle massa is via Hawkingstraling verdwenen. Waar is die informatie dan gebleven? Dat is de Black Hole Information Paradox. Wat is de oplossing van dit mysterie? We hebben geen oplossing. Natuurkundigen weten nog lang niet alles. Maar laten we eens kijken naar een aantal mogelijke oplossingen. Zo hebben we GISR, Gravity-Induced Spontaneous Radiation. Ik ga jullie meenemen naar de details van de wiskunde hierachter. Oké, laten we de wiskunde even zitten. Hawkingstraling is een vorm van blackbody radiation. Deze plot laat dat zien. Deze curves zijn volmaakt glad en hangen alleen af van de temperatuur. Er zit dus geen informatie in de straling zelf. In het geval van Hawkingstraling is die temperatuur trouwens maar een fractie van een Kelvin. GISR stelt dat deze curves in het geval van Hawkingstraling niet volmaakt glad zijn, maar dat er kleine variaties in zitten. Dit kun je vergelijken met een open vuur. Van een afstand voel je de warmte van het vuur. Maar als je van dichtbij heel nauwkeurig de temperatuur zou meten, dan zie je de kleine variaties van de vlammen. En dat is informatie. Dus, GISR stelt dat Hawkingstraling wel degelijk informatie bevat. Via die straling lekt informatie uit het zwarte gat naar de buitenwereld en blijft die informatie bestaan terwijl het zwarte gat langzaam verdampt. Aldus de hypothese genaamd GISR. We weten niet of het klopt, het blijft gissen. Of misschien is een zwart gat wel een harige bal. Dit is in contrast met de huidige overtuiging dat zwarte gaten geen haar hebben. Dat wil zeggen dat vanaf de buitenkant gezien een zwart gat een heel eenvoudig object is dat volledig beschreven kan worden aan de hoeveelheid massa en eventueel elektrische lading of spin. Als een zwart gat een harige bal is, dan zit alle informatie gewoon aan het oppervlakte van de waarnemingshorizon. Simpel. Maar hoe kan een zwart gat nou structuur hebben? Waar komt die structuur dan vandaan? En wat houdt het in stand? Geen idee. Een oplossing kan ook zijn dat we nou eenmaal niet begrijpen wat er gebeurt wanneer het laatste beetje zwart gat verdampt. De kwantummechanische wetten, zoals we die kennen, hebben we nooit kunnen testen in zulke omstandigheden. Misschien ontsnapt alle informatie op het laatste moment. Of blijft er een restant achter dat niet verdampt. Misschien zit alle informatie wel in een heel nieuw universum. Of de informatie gaat gewoon verloren. Maar dat leidt weer tot complicaties in de kwantummechanica. Maar sommige theoretische wetenschappers stellen dat het geen probleem is. Met andere woorden, de hoge geleerden zijn het niet eens over wat nou de meest waarschijnlijke oplossing is van dit paradox. De gangbare beschrijving van zwarte gaten voldoet in ieder geval niet. Er zit daar ergens nieuwe natuurkunde verstopt en dat kriebelt. Hoe bizar is ons universum wel niet? Schrijver Douglas Adams stelde dat onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid misschien wel de reden is dat het universum zo bizar en onverklaarbaar is. En dat drukt heel mooi uit waar sterrenkundigen steeds tegenaan lopen. Het lijkt wel alsof iedere keer dat we iets nieuws leren begrijpen, er nog bizardere mysteries boven water komen drijven.
Wil je dit YouTube kanaal graag steunen? Like, subscribe en deel deze video. Je kunt ook dit super spannende kinderboek kopen voor kinderen van 7 tot 11 jaar via de website lichtstad.space of het sterrenkundeboek Telescopen en Tijdmachines via roysmits.nl.